Promo Wie Jojo zwemt in Eindhoven een wereldrecord. Yisoen Park terug bij PSV. En moslims vieren het einde van de Ramadan met het suikerfeest. Een nieuw wereldrecord op de 50 meter vrije slag voor Ranomi Kromowidjojo. In het Pieter van der Hogeband zwemstadion tikte ze gisteren aan in een tijd van 23 seconden en 24 honderdste. Inderdaad, gisteren wereldrecord op de 50 meter. Ja, eerste individuele wereldrecord ooit. Het is wel een gaaf gevoel als je weet dat niemand ooit sneller heeft gezongen dan die tijd. Kromowidjojo verbeterde het oude wereldrecord van Marleen Veldhuis met 1/100ste van een seconde. Dat is het minimale en ik denk dat het nog wel sneller kan. Dus ik denk dat er voor mij nog wel een PR'tje in zit op die 50. Maar vanochtend werd er natuurlijk weer gezwommen. Ze ging van start op de 100 meter vrije slag. En een handjevol publiek zag haar weer als eerste finishen. Nou, dat vind ik wel een hele prestatie. Daar ben ik echt een beetje trots. Als het mag natuurlijk, hè. Nee, maar dat vind ik wel heel leuk. Knap. Ik kan het ze niet nadoen. Kromowidjojo tikte vanochtend op de 100 meter vrije slag aan in een tijd van 52 seconden en 12 honderdsten. Nou, ik denk dat ik vanmiddag nog wat harder kan. Dus dan zullen we zien wie nog harder kan eventueel. Femke Heemskerk gaat als tweede door naar de finale van de 100 meter vrije slag. Ze zwom 52 seconden en 48 honderdsten in het 25 meter bad van het Pieter van der Hogeband zwemstadion.